De coalitie in de gemeente 's-Hertogenbosch heeft 4 mogelijke locaties voor de hostels op het oog. In Zuid zijn dat de Mozartsingel 3 of Zuiderparkweg 282. In Oost gaat het om de Monsieur van Roosmalenplein of de Van Broekhovenlaan. Echter, de bewoners in Oost denken daar anders over. Zij vinden Rijnstraat 4 de beste locatie voor een opvangcentrum voor dakloze verslaafden. Instellingen hebben Rijnstraat 4 als zeer geschikt bestempeld. Maar uiteindelijk valt die locatie af omdat het te duur zou zijn. 1,7 miljoen euro. Een hoop geld, maar dan heb je wel een hostel waar het draagvlak voor is. En dat dit mogelijk is, bewijzen ze in Den Haag. In de meeste buurten zitten de bewoners niet te wachten op een drugsopvang, maar hier in de Haagse Schilderswijk ligt dat anders. Nou, dit huis maakt zo bijzonder, omdat deze mensen die hier wonen, die zwerven eerst langs de straten. En die liepen dan wel in de binnenstad. En die werden wel door de politie en toestanden opgepakt. En nu hebben deze mensen ook rust. En deze buurt heeft helemaal geen last meer van dat soort figuren op straat. Terug naar 's-Hertogenbosch. Daar is het draagvlak ver te zoeken, nu de coalitie wil vasthouden aan de 4 locaties. Vrijwel de gehele oppositie, op D66 na, wil dat de andere locaties worden meegenomen in het besluit. In wijkcentrum De Stolp houdt het college van BMW woensdagavond ronde tafelgesprekken met de buurt. Bewoners uit Oost en Zuid hebben aangekondigd actie te zullen gaan voeren.